Dit is het Omroep Tilburg Nieuws van maandag 5 februari. Met vandaag: project Scoren Boek afgetrapt. Sportvereniging krijgt voorlichting over nieuwe privacywetgeving. Project Scoren Boek is maandagochtend officieel afgetrapt. Het project van Willem II Betrokken is bedoeld om basisschoolleerlingen beter te leren lezen door ze de boeken die ze hebben gelezen bij elkaar op te tellen en de klas met het beste resultaat in het zonnetje te zetten. Dat idee is omdat de samenwerking natuurlijk veel oplevert. Kinderen zijn al vaak wel in sport geïnteresseerd, nemen daardoor de uitdaging aan, zien de uitdaging van het sporten en nemen die mee in het lezen en scoren. In het kennismaken met veel verschillende boeken, want op het moment dat je met een hele klas leest, leer je van elkaar welke boeken interessant zijn. En daarnaast de mogelijkheid om dadelijk naar het Willem II stadion te kunnen, Kingo nu in de school te krijgen, dat spreekt de kinderen erg tot de verbeelding. Lezen is natuurlijk heel belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik denk dat het voor alle kinderen geldt dat lezen een heel belangrijk iets is. En wij merken bij onze leerlingen op de Triangel dat een taalrijke thuisomgeving niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Het hebben van leesboeken, 's avonds voorgelezen worden door je ouders, dat is niet bij al onze leerlingen een vanzelfsprekendheid. Dat betekent dat je als school net dat stukje extra tijd en energie moet steken om kinderen wel het plezier in lezen bij te brengen. De kinderen zijn in ieder geval lovend over Score en Boek. Ja, ze waren heel enthousiast, ze reageerden heel enthousiast en blij en betrokken. En ook met vragen, mogen we ook de thuisgelezen boeken mee laten tellen? Ja, natuurlijk. Dus het enthousiasme is al heel groot aanwezig. Ik hoop vooral dat ze meer gaan lezen en dat ze met plezier lezen. En doordat ze meer gaan lezen, dat natuurlijk ook het niveau mee omhoog gaat. Dit project speelt in de regio Midden-Brabant. Dus 48 groepen 5 en 6 gaan met dit project aan de slag. Lezen is niet alleen belangrijk voor de algemene ontwikkeling, maar het doet ook veel goed voor het kind zelf. Lezen is wat mij betreft een manier om fantasie te prikkelen, creatief denken te stimuleren. Maar ook soms voor sommige kinderen een uitstapje uit hun dagelijkse beslommeringen. Kinderen die thuis best wel dingen meemaken. Is lezen een manier om daar soms even gewoon van weg te komen en in een eigen fantasiewereld terecht te komen. De politie en gemeente gaan de komende tijd strenger controleren op fout geparkeerde auto's rondom de thuiswedstrijden van Willem II. Bezoekers van de voetbalwedstrijden parkeren vaak in de omliggende wijken door een gebrek aan voldoende parkeerruimte bij het stadion zelf. Fout geparkeerde auto's zorgen daarbij voor veel overlast. De strenge controles gelden overigens voor alle auto's, dus ook die van bewoners en andere bezoekers. Daarnaast gaan de politie en de gemeente met Willem II in gesprek om het parkeerprobleem op te lossen. Voor verenigingen en bedrijven is er een nieuwe privacywetgeving. Deze is dusdanig ingewikkeld dat een advocaat het moet komen uitleggen bij sportverenigingen. Ja, ik denk dat het wel zo is. Het is ongeveer 88 pagina's aan nieuwe regelgeving, dus het op zich al de omvang is heel erg groot. Maar ook heel veel moeilijke termen die erin staan, waarvan als je het zelfs als je de tijd en de zin hebt om het door te lezen, dat zou doen, dat je toch denkt van ja, wat staat er nou precies in? Er bestaan ook nog eens wat misvattingen over de nieuwe wet. Nou, een misvatting is dat het alleen voor het bedrijfsleven zou gelden. Daarom is ook deze avond. Het geldt ook voor culturele instellingen, maar ook voor een vrijwilligersclub of voor sportverenigingen. Die nieuwe wetgeving houdt in dat alles wat te maken heeft met persoonsgegevens, dat is bijvoorbeeld een voornaam of een achternaam of iemands woonadres of soms is het je foto of camerabeelden, dat daar speciale regelgeving voor geldt. En die regelgeving geldt voor het opslaan of het bekijken of het verwijderen van dat soort gegevens. Nou, dat is allemaal heel erg abstract en het is aan ons om met allerlei voorbeelden nou aan te geven waar die sportverenigingen op moeten letten. Sommige verenigingen maken zich zorgen. Daar is natuurlijk in het verleden niet zo heel veel nadruk op gelegd. En juist doordat de media daar nu natuurlijk veel over schrijft, gaat er ook wel een lampje branden. Van, nou, daar moeten wij ook iets mee. En dat klopt ook. Er moet best wel wat gebeuren. En daar zijn wij ook voor om met de verenigingen mee te denken, zodat ze te beslagen ten ijs komen. Verenigingen moeten van de wet het een en ander veranderen met hun privacybeleid. Ja, waar je bijvoorbeeld aan kan denken is dat sommige verenigingen tot 30 jaar geleden terug kunnen zien wie er eigenlijk toen lid waren. Met alle gegevens die er allemaal bij staan. Nou ja, zoiets mag eigenlijk van die nieuwe wetgeving niet meer. Maar een ander voorbeeld is dat jij een trainer bent van een achttal.
en toegang hebt op alle lidmaatschapsgegevens van je vereniging, omdat het handig is dat je er dan bij kan. Nou, ook dat mag niet meer. Nou, allemaal dat soort zaken, het toegang hebben tot persoonsgegevens en misschien wel mee naar huis kunnen nemen of er iets verkeerds mee willen doen. Daar is die wet nou voor bedoeld om dat te voorkomen en om eigenlijk ons allemaal een beetje meer privacy te geven. En dan nog het weer. Morgen wordt het tussen de 3 en min 5 graden en zullen er weinig wolken aan de hemel staan. Ook zal het de hele dag droog blijven. Dit was het Omroep Tilburg Nieuws van 5 februari 2018. Voor meer informatie kun je kijken op www.omroeptilburg.nl.